Welkom allemaal. John en ik zijn hier om wat te vertellen over deze lieve vriend, Pepper. De agenda van vandaag is door eerst wat te vertellen wat is Pepper, wat bestaat hij uit, wat kan die. Daarna gaan we vertellen hoe je RTG kan ontwikkelen. Pepper zit in eigen ontwikkelomgeving en vertellen we hoe die in elkaar steekt en hoe je die tegen kan ontwikkelen. Dat ontwikkelen kun je met Python doen. Daar gaan we ook op in. Daarna bespreken we het geheugen, hoe het geheugenmodel zit. Daarna gaan we in op de dialogen die je kunt hebben. Je kunt praten tegen de robot, dan kan weer het antwoord teruggeven, hoe je die dialogen kunt samenstellen. Wat natuurlijk ook mooi is aan een robot, hij kan bewegen, animaties. Dat zullen we bij de animatie in de timeline vertellen. En daarna gaan we ook nog vertellen hoe je er via de SDK die erbij geleverd wordt, extern kan praten tegen de robot. Pepper is ontwikkeld door het bedrijf Aldebaran. Aldebaran die is in 2005 opgericht. En die heeft rond 2006 zijn ze met hun eerste robot gekomen. Dat is de NAO-robot. Dat is een robot van ongeveer 60 centimeter hoog. Die heeft benen. En daarmee hebben ze verschillende versies gemaakt. En ze hebben zo ervaring opgedaan met de robot. En rond 2012 hebben ze Pepper geïntroduceerd. En in 2014 is die voor het eerst op de markt gekomen. Naast Pepper zijn ze momenteel ook nog bezig met een Romeo. Dat is een robot die 20 centimeter hoger is. Die heeft weer benen en die is meer bedoeld voor een zorgrobot. Dus die is straks ook beter geschikt om interactie te hebben met voorwerpen en dingen te doen. Pepper zelf is een sociale robot en die is hoofdzakelijk bedoeld om te interacteren met mensen. In Japan zijn er al 10.000 van verkocht. Ongeveer 3.000 aan winkels en bedrijven en ongeveer 7.000 aan huishoudens. In Japan hebben ze hem ook al vorig jaar op de markt gebracht, dus daar zijn ook al veel meer applicaties voor. Hij is pas begin dit jaar in Europa en Amerika beschikbaar. Pepper. Wat een grappige eigenschap van Pepper is, dat is hij kan bewegen. En soms als je aan het ontwikkelen bent, wil je dat hij opeens heel snel stopt. Daarvoor kun je hier in de nek drukken. Als je in de nek drukt, dan zit er een noodknop die hem uit kan zetten. Dus als je ooit eens een keer bezig bent met Pepper en hij doet vreemde dingen, gewoon achterop de nek drukken. Als hij denkt van, hey, dat is geen trap, dat is een rechte vloer, maar stiekem. Hij heeft een Intel Atom 4-core processor. Die zit in zijn hoofd. Dus als je hem aanzet, hoor je hem ook net als een echte computer omhoog komen. In zijn hoofd hier zitten 4 microfonen. Die zijn richtingsgevoelig. Dus als je tegen hem praat, kan hij ook horen van waar er tegen hem gepraat wordt, kan hij naartoe draaien. Daarnaast heeft hij ook een aanraaksensor. Op de hoofd heeft hij 3 aanraaksensoren. En daar kun je dus ook software aan programmeren dat als je hem aanraakt, dat hij daarop reageert. Hetzelfde geldt voor zijn handen. Hij heeft bovenop zijn hand, bij de handen heeft hij ook een aanraaksensor. Daarnaast heeft hij 2 camera's, 2 HD-camera's. Hier zit een HD-camera en hier zit een HD-camera. En in het oog zit een 3D-sensor. Voor het bewegen heeft hij motoren met wielen. En dit zijn een beetje interessante wielen. Dat zijn omnidirectionele wielen. In principe bewegen die één kant op, maar aan de andere kant kunnen ze ook vrij bewegen. Dus in principe kan die gewoon ronddraaien op elke manier, elke richting waarin die wil. Hij heeft een aantal gewrichten. Hij heeft een schoudergewricht. Dus hij kan redelijk mooi allerlei bewegingen maken. Ook sommige bewegingen die mensen wat minder mooi kunnen. Handje weer terug. Voor het bewegen heeft hij aardig wat sensoren in de voet. Hij heeft 6 lasers in de voet. Onder de robot vandaan komt een laser. Uit deze 3 gaten komen de laser. En dan met behulp van de
camera's die hier zitten, kan die dus zien van hoe de grond eruit ziet en of het veilig is om te rijden. En heeft hij hier ook nog een infraroodsensor voor de dode hoek. Want die lasers komen daar net niet en ja, dan bots je er nergens tegen. En hij heeft ook nog een ultrasoonsensor voor afstand. Dan kun je ook wat makkelijker afstand bepalen. En mocht alles falen, dan heeft hij ook nog bumpers om daarop te reageren. Verder zit er voor de beweging zit er ook in van versnelling en gyroscoop om hem een beetje overeind te houden. En de knop voor het aanzetten zit verstopt achter de tablet. Pepper is continu verbonden met internet. Via internet kan hij updates krijgen. Hij kan applicaties installeren. Er zit een store achter waarin je applicaties kunt selecteren en installeren. En standaard zit er ook een soort basic awareness op. Dat betekent dat hij mensen kan zien, personen kan zien. En op het moment dat hij een persoon gefocust heeft, kan hij daarop blijven focussen en ook volgen. Dat wil ik zo demonstreren, maar Pepper is niet de meest snelle robot met het opstarten. Je kunt wel applicaties in de store zetten die niet zichtbaar zijn voor iedereen en die jij alleen kan installeren. Dus dan zit er niet echt een store tussen, maar je hebt wel je eigen applicaties. Nou, ik zat ook andersom te denken van hoe leuk is het om dit te hacken en alle robots in de dat gaat niet lukken. Voor de bewegingen, ik heb net al een beetje gezegd dat hij voor de voeten heeft die sensoren. Er zit een anti-collision achter. Die probeert te zorgen, als jij gaat rijden met die robot en hij ziet wat erin, dan stopt hij gewoon. Dit geldt ook in principe voor de beweging van de armen. Maar dat doet. Hij zou de tablet kunnen raken, daar houdt hij ook rekening mee dat hij de tablet niet raakt. Dan stopt hij de beweging en als er iemand dichtbij staat, wil hij soms ook armen en dergelijke stoppen qua bewegingen. Nu is hij opgestart en dan gaat hij zo de motoren checken en dat is op zich wel een leuke animatie om te zien hoe vloeiend hij kan bewegen. En dat is normaal wat hij doet op het moment dat hij uit de doos komt en meer niet. De basic awareness probeer ik nu hem te. Nu heeft hij mij gezien. En gaat hij mij ook volgen volgens. Omdat hij mij gezien heeft. Oh, dat wordt eng. Nee, dat zijn allemaal modules die erop zitten, maar die moet je wel aanroepen. Out of the box, ik ga hem even manipuleren. Even kijken. Via de achterkant kun je hem opladen. En als hij in de oplaadstand zit, dan beweegt hij niet. Dus nu kijkt hij netjes naar jullie toe. Die kant op kijken. Don't look at me. Standaard zitten er geen applicaties op. Wat ik net al zei, de don't look at me zit er standaard niet op. En Engels is de standaardtaal. Via de App Store is het mogelijk om op een basic channel te abonneren. Daar zitten een 40-tal applicaties in waarmee je een beetje kan zien wat de robot doet. Zoals net de don't look at me of... Een van de dingen is de interactie met de robot. Je moet altijd even wachten tot hij luistert. En dat kun je zien aan de blauwe ronddraaiende ogen. Move your hand. All right, as you wish.
En dat zijn van de applicaties die in de basic channel zit. Om een beetje te demonstreren wat de robot kan. Via de store kun je ook robots beheren. Je kunt pools van robots maken. Je kunt zeggen op deze pool zitten deze applicaties. En zo kun je ook een productiesituatie beheren. De Nederlandse taal is ook beschikbaar voor de robot. Er is één nadeel. De Nederlandse taal heeft geen vrije spraakherkenning. Dus de spraakherkenning in Nederlandse taal gaat op basis van zinnen. Je zegt een zin en als een gebruiker iets zegt, dan probeert hij hem op de zin te matchen en dan werkt het. Dus je kunt niet zeggen open mijn agenda en dat hij dat allemaal standaard herkent, tenzij je dat ook qua tekst erin gezet hebt. Omdat hij hier nog maar vrij recent uit is, zijn er nog maar weinig applicaties voor beschikbaar. En ik denk wel dat er wat Japanse applicaties zijn, maar mijn Japans is niet zo goed. De uitdaging is om zelf programma's te maken. Voor zelf programma's te maken hebben ze de Choreograph IDE erbij geleverd. Dat is een ontwikkelomgeving specifiek gemaakt voor de robot. En dan kun je op een grafische manier boxen aan elkaar opzetten en aan elkaar koppelen met draadjes. Daarnaast heb je ook een software development kit ervoor, waarmee je extern met Python, Java, JavaScript en C++ er ook tegen kan programmeren. Interactie met de robot. Ik heb het net al een beetje gezegd. Je moet focus hebben en hij moet in de luistermode staan. Nu pas. Op het moment dat je een gebruiker hebt die die robot nog niet kent, niet weet hoe dat werkt, is dat altijd lastig. Want mensen beginnen tegen de robot te praten en hij zegt niks. Dus dat is een aandachtspunt als je met zo'n robot gaat werken. Daarnaast, wat kan je er tegen zeggen? Ik heb net al gezegd, van hij heeft geen vrije tekstherkenning. En de zinnen die iedereen zegt, moet je ook exact matchen. Dus ook de woordenschat die hij kent, of de regels die hij kent, is ook beperkt. Op het moment dat je dat dus flexibel wil maken, moet je heel veel erin zetten. En begrijp hem wat hij gezegd heeft, want soms zeg je wat. Open your hand. Ja. Nu verstaat hij het, maar soms zeg je het in een dialect of iets anders en dan verstaat hij het niet en dat is ook een uitdaging. Dus, wat je moet... Ja, nou wacht, oh. Pang. Ja. Waarom is dat een probleem, spraakherkenning? Want het is toch al 100 jaar opgelost. Spraakherkenning zit er in het Engels wel in. Alleen, zij hebben het nog niet voor Nederlands geïmplementeerd in de versie die hierin zit. Dus één optie die je zou kunnen doen is kijken of je een extern systeem kan gebruiken, zoals Google of Amazon, om dat te doen. Maar momenteel is de Nederlandse vrije spraakherkenning niet beschikbaar voor de robot zelf. Oké. Okay. Zal ik hem houden? Het is goed. Dus je moet mensen motiveren om op de juiste plaats te gaan staan. Het beste is recht voor de robot, op zo'n afstand ongeveer. Dan komt de spraak het beste over. Duidelijk praten en ook misschien introductie geven wanneer ze kunnen praten. Of en de dialoog voldoende flexibel maken, dat de meeste dingen wel een resultaat geven. En je kunt ook de input van de gebruiker beïnvloeden door informatie op de tablet te tonen van wat mogelijk is. En om wat de robot zegt, de antwoorden daarop zo duidelijk en strikt mogelijk te maken. Kun je ook een specifiek woord of zo gebruiken, net zoals de OK Google? Zou je alsjeblieft de microfoon willen gebruiken? Ja, of je ook een specifiek woord kunt gebruiken om hem in luistermodus te krijgen, zeg maar. Net zoals oké Google of dat soort dingen. En nee, want in principe heb je daar dus spraak voor nodig. En in dat geval moet hij eerst focus hebben voordat je tegen hem kan praten. Oké, ik heb een probleempje. Ja. De choreograaf IDE.
De IDE, daar kun je mee ontwikkelen. En in principe kun je daar gewoon de software maken. En je kunt het uitvoeren op de gesimuleerde robot die in de ontwikkelomgeving zit. Maar die is enigszins beperkt. Die heeft geen geluidsinvoer, die heeft geen geluidsuitvoer. De tablet werkt er niet op. Dus er zijn wel, de logica kun je wel testen, maar de echte spraakherkenning niet. Je kunt wel een zin intikken, maar dan matcht die 100% en dan, dat is niet echt spraakherkenning. Maar je kunt ook rechtstreeks connecten naar de robot en dan kun je programmeren, deployen en kun je het meteen testen. Naast het programmeren kun je ook via de IDE monitoren wat de robot doet. Je kunt de logging direct uitlezen. Je kunt ook de ademen, de hoofd en de gewicht, allemaal de stand allemaal netjes zien. Je kunt het geheugen uitlezen, daar komen we straks nog wat meer op terug. En je kunt ook gewoon zien wat de robot ziet. Dus als we de robot ergens neerzetten, dan kunnen we netjes zien wie er allemaal voor staat. En je kunt ook de dialoog zien. Als iemand tegen hem praat, kun je zeggen wat de robot denkt dat hij zegt en voor welk percentage. Zit er ook iets in als objectherkenning of zo? Of... Er zit ook... Dat je dat zeg maar echt terugkrijgt uit de API zonder dat je eerst heel veel werk nog zelf moet doen. Er zit ook beeldherkenningssoftware in. Die heeft wel een database nodig van objecten. Dus je moet wel eerst van een object hebben. En dat kan vrij simpel zijn. Door hem zo ervoor te houden, zeggen van... neem hem op. En dan krijg je een plaatje, kun je het uitsnijden. En dan kun je dat als een object gebruiken en daarna kan hij het herkennen. Dus hij heeft geen flexibele objectherkenning, maar wel geleerde objecten. Wat zei je nou net toen je dat niet ziet? Je kunt hem voor de camera houden. En dan kun je in de IDE zeggen van, maak een objectherkenning. Nee, maar hij zei wat. Nee, hij zit, dat is gewoon... zou jij de IDE even op kunnen... Op jouw lip. Nee, op jouw lip. Presentatierobot. En de applicatie die is een grafische weergave van blokken met lijntjes ertussen. En op het moment dat je die runt kun je ook netjes zien van de flow, hoe die loopt, wat getriggerd wordt. En de variabelen die daartussen gaan. De... Grafische IDE, die worden met boxen allemaal aan elkaar gezet. En we hebben een aantal primaire boxen, of eigenlijk behaviors, die gestart kunnen worden. Eén behavior is de dialoog behavior. Ja, ik weet het al wel. behavior is de dialoog. Behaviors zijn eigenlijk de startbare applicaties voor de robot. Die kun je in een package stoppen en installeren. De dialoog is gewoon het praten van hallo. Hij zegt hallo en loopt de hort op. En goedemorgen. Goedemorgen. daarnaast de animatie waar ik het al over heb. Dat is ook een basisfunctionaliteit. Je kunt via een timeline kun je een animatie maken van armen omhoog, armen omlaag. Die kun je ook netjes allemaal afspelen. En daarnaast hebben we ook nog een diagram, box. Daarin kun je verschillende subboxes maken. Dus dat is eigenlijk een container van boxes. En nog een belangrijke box die je in zo'n container kan stoppen is de Python box. En dan kun je gewoon zelf functies programmeren. Om het makkelijker te maken hebben ze ook een box library meegeleverd. Dat is een library met allemaal boxen waar al wat standaard functionaliteit in zit. Bijvoorbeeld, ze hebben een box met de animatie, dat ze bijvoorbeeld een olifant geluid kunnen maken, een olifant na kunnen doen. Spraakboxen zijn, daar heb je een box, dan stop je tekst in en dan praat hij gewoon die tekst. Hij heeft boxes om de leds te besturen, zodat je hem kleuren kan geven of kan animeren. Je hebt ook een box om... plaatjes op de tablet te laten zien of HTML. Om hem te bewegen, sensoren uit te lezen. En ook wat logische boxen zoals loops, timers, wait om programmatisch te werken.
En wat ook het grappige is van de boxes, die zijn allemaal editbaar. Je kunt ze zelf maken, je kunt ze creëren en daarna kun je er zelf een custom library voor jezelf mee maken. Ik neem aan dat het allemaal een beetje event-driven is. Dat je gewoon op een soort trigger kunt reageren van als je deze sensor of als die conditie optreedt, dan moet er iets gebeuren. Ja, dat klopt. En dan komen we zo nog wat verder op terug. Dit is een voorbeeld van een behavior. Dit is een voorbeeld van hoe je een behavior maakt in de EDA. Links op het moment dat de behavior start, wordt de linkerkant het play-symbool gestart. En dan gaat hij door naar de tekst-edit. De tekst-edit is gewoon een boxje waar je tekst in kunt zetten. En die stuurt als output stuurt die tekst naar de C-tekst. En dan zegt de robot de tekst. Dus dat is heel simpel om te implementeren. Wat je ook kan doen met de boxen is reageren op sensoren. Hier heb ik aan de linkerkant drie boxen gemaakt die kijken naar de sensoren op het hoofd en op de handen. En als die aangeraakt wordt, wordt netjes getriggerd. Gaat hij naar de text edit, wordt hij getriggerd en dan wordt netjes gezegd wat je aangeraakt hebt. En voor animeren, hier hebben we al de get expression. Dat is een box, als je voor de robot zet, dan probeert hij je expressie te achterhalen. In het Engels geeft hij de geschatte expressie terug. En afhankelijk daarvan heb ik een case logica box gemaakt. Die happy is als het happy is. En die een beetje nadenkt van, oh, wat moeten we nou als hij minder happy is. En nu ga ik proberen een paar van die behaviors in de demo om te zetten. Het eerste wat ik even doe is hem even in het Nederlands zetten, want dat is wel handig. En de eerste was, dit is de omgeving. Het belangrijkste is dat je connect naar de robot. En dan hoop ik dat dat werkt. Daar heeft hij demo's. Ah, daar gaat beter. Hier zie je netjes allemaal jullie zitten. Dit is mijn behavior om behaviors te programmeren. Hier hebben we allemaal de standaardboxen. En hier ga ik de text edit halen en de C tekst. Ga ik aan elkaar koppelen. En als ik hier op de play druk, dan zul je zien dat hij hem gaat installeren. Zo makkelijk is het. Wat je dus ook kan doen is de touch. Oké, okay. En kan jij eens weer op zijn linkerhand drukken? Links, ja, links. kan ook. En zo kun je vrij makkelijk programmeren met de IDE. Python boxes. De boxes die ik net liet zien, dat waren Python boxes. Onder water is het Python code. En dit is de basis van een Python box. Op het moment dat je een nieuwe Python box maakt, krijg je dit met een onstart en een onstop. Die kant op kijken. En de bestaande boxes die ik liet zien, die box library, een groot gedeelte daarvan zijn Python boxes.
Wat het grappige is, je kunt bij die box die je sleept, kun je ook gewoon netjes inkijken van hoe ze dat gedaan hebben. Je kunt ze editen, dus je hebt mooie voorbeelden, je kunt zien hoe het gedaan is. De inputs. We hebben hier een onstart en een onstop input. Die wordt intern in de Python wordt die netjes naar een onstart en een oninput methode opgezet. De output kun je triggeren vanuit Python door de methode onstopt aan te roepen. Er zit ook nog een klein sleuteltje links onderin. Op die manier kun je parameters toevoegen. Je kunt zelf nieuwe parameters toevoegen, zeggen wat voor type parameters. En die kun je vanuit Python uitlezen. En wat ik net al zeg, je kunt met zelfgemaakte boxes kun je ook een library maken, zodat dat herbruikbare delen worden. De input- en output-parameters hebben verschillende types van. De simpelste is de bang, dat is gewoon, er gebeurt iets, ik start. Je kunt ook een nummer er naartoe sturen. En wat we net bij de C-textbox zagen is, er werd een string naartoe gestuurd en dan wordt die string opgepakt en die wordt netjes verwerkt. En dynamisch is een beetje een variabel type waar ook R's in kunnen. De inputboxes kunnen een aantal netjes hebben. De onstart, dat betekent dat als deze getriggerd wordt, start de box ook. De onstop, als die getriggerd wordt, stopt de box. En event, dus als de box eenmaal gestart is, dan kun je events naartoe sturen dat hij als die loopt, dat hij daar ook op kan reageren. Output netjes, op het moment dat een box, als je een output triggert, kan die afgaan op het moment dat de box gestopt wordt. Of kan die direct afgaan op het moment dat je hem aanroept. Dat is punctual. Hier heb je de skeleton die gegenereerd wordt bij zo'n Python box. Je ziet een init. Dan heb je de onload die afgaat op het moment dat de box geladen wordt en de onload als die gestopt wordt. En daaronder zie je een oninput underscore onstart. Dat is de methode die gegenereerd wordt op het moment dat je inputs hebt. Je kunt zelf inputs toevoegen, dan genereert hij een stub methode. Dus zo kun je zelf heel uitgebreide logica maken. En ook nog een voorbeeld van hoe je een parameter kan opvragen. En nu heeft hij geen zin meer in. Het geheugenmodel. Er werd net al gevraagd hoe het met events zat. De robot heeft één geheugenmodel die eigenlijk shared is en die voor iedereen toegankelijk is. In het geheugen zitten twee soorten data. We hebben in het geheugenmodel normale data. Die kun je gewoon naartoe schrijven, kun je uitlezen. En we hebben events data. Event data zijn in principe dezelfde gegevens, alleen op het moment dat je een schrijft wordt er een event getriggerd en je kunt daarop subscriben. Dus het aanraken van het hoofd is een event van dat die aangeraakt is. Je kunt ze dus lezen, schrijven, je kunt erop subscriben. En in de idee die ik net liet zien, heb je ook een box waarbij je kunt zeggen van raise event. Dan zet je een sleutel in en er wordt netjes in het geheugen wordt er netjes die waarde gezet op die sleutel. En je kunt een triggeren op een event met die sleutel en als je, dan gaat die af. Dat kan ook via de externe SDK. Hier heb je een voorbeeld. Hier heb ik een voorbeeld dat als je op het hoofd tikt, dat er een event opgeslagen wordt onder de naam hoofd aangeraakt. Dus dat is een zelfgedefinieerd event. En aan het begin van de behavior heb ik een variabele toegevoegd van een event. En op het moment dat als ik het hoofd aanraak, gaat de box deze event af. Dan gaat links het event af en dan krijg je ook weer netjes de tekst edit en gaat hij dat netjes zeggen. Dit is een schermpje vanuit de IDE. In die IDE kun je netjes allemaal waardes toevoegen om te monitoren wat de robot doet. En hier zie je ook netjes het verschil tussen events en datagegevens. De robot, functionaliteit die er standaard op zit, is allemaal opgebouwd uit modules.
De modules Autonomous Life die zie je al. Dat is dat hij hier gewoon beweegt. Op het moment dat ik ervoor ga staan, dan probeert hij je trekken. AL Motion heb je ook al een beetje gezien. Op het moment dat hij gaat draaien is het ook een beweging. Maar die kun je ook gewoon aanspreken om hem te laten rijden. Animated Speech. Dat heb je ook al een beetje gezien. Dat is op het moment dat hij praat, bewegen de handen automatisch een beetje. En je kunt ook nog tussen de spraak zeggen van zwaai. Van hallo, zwaai. People Perception, dat is dus de functionaliteit om een persoon te zien. Het gezicht te zien, het gezin eventueel te kunnen herkennen. Zijn stemming, zijn mood te kunnen zien. Leeftijd te schatten, geslacht te schatten, dat is de module daarvoor. En de memory en vision en zo heb je nog een hele reeks aan modules. Nog even een vraagje. Ja. Hoe zit het eigenlijk met dataopslag in de zin van... stel je voor dat ik een hele library heb met van die herkende objecten of zo. Kan ik dat ook ergens uploaden? Of moet ik dan... Het is een beetje onhandig, zeg maar, als ik zo'n hele library met objecten heb, dat ik die elke keer moet inbrengen door ze te scannen, et cetera. Ja, nee, je kunt gewoon ze scannen. En dan wordt die in een vision database lokaal opgeslagen. En die vision database kun je uploaden naar de robot. Dus je hoeft ze niet iedere keer te scannen. Je kunt ze eenmaal scannen en dan onthouden. Al die modules, die worden geregistreerd bij een broker. Er draait een broker op. Daar kunnen de modules op het moment dat ze gestart worden, kunnen ze zich registreren zodat ze bekend zijn. Dan kunnen ze zeggen van welke methodes heb ik. En alle modules hebben als basis de AL-module. Dat is degene die de functionaliteit geeft om hem te registreren, methodes neer te zetten. En daarbovenop bouw je de logica die erbij hoort. De AL-proxy heb je voor een connectie met de module, om ook extern ermee te connecten. Al die modules zijn zowel lokaal als extern bereikbaar. Dus in principe alle functionaliteit die je op de robot zelf kunt uitvoeren, kun je ook met een externe computer uitvoeren. En je kunt ze ook zelf nieuwe modules erbij bouwen. Dan wil ik graag nu het woord aan mijn collega geven. Ja, hoor je mij? Doet hij het? Toen wij in Parijs waren voor deze training, hebben we best veel aandacht besteed aan de dialoogbox. De dialoogbox is een van die boxes die in die IDE zit, die je kan gebruiken om de interactie tussen de persoon die ervoor staat en de robot vorm te geven. Het idee is dat je met simpele regels en met wat variabelen hier en daar een interactie tussen de mens en de robot kan vormgeven met een vraag-antwoordspel en wat dingen onthouden en wat beslissingen maken. De komende 3 of 4 slides heb ik de syntax van de dialoogbox en de manier waarop je zo'n interactie opzet geprobeerd vorm te geven. En die laat ik wat zien met een paar demo's. Goed. Wat je kan doen bij een dialoogbox, en ik zal daar even een demo daarvan doen, is... je kan met deze syntax die erboven staat, dus het begint met een u en een dubbele punt, kun je wachten tot de gebruiker iets zegt wat matcht op dat wat tussen haakjes staat. Dus als ik deze dialoogbox zou laden, dan gaat het erop het wachten tot iemand zegt goedemiddag. En dan reageert hij met hallo, ook een goedemiddag. Nou, deze match tussen haakjes, dat is wel een match die vrij letterlijk genomen wordt. Dus de tekst goedemiddag moet zo gesproken worden, anders werkt het niet. En je kan natuurlijk met variaties daarop, kun je ook varianten van wat een persoon spreekt eruit filteren. Daaronder zie je optionele input, hallo Pepper, hoe gaat het? Dat hallo staat tussen curly braces, dat betekent dat die hallo optioneel is. Dus je kan hem weglaten en dan herkent hij alsnog aan de hand van wat erachter staat dat het een rule is die matcht. Daaronder zie je een voorbeeld van een keuzeoptie, dus je ziet... Goede en dan een van de drie woorden die achter tussen die rechterblokhaken staat. Als je de combinatie van het eerste woord met een van de woorden erachter uitspreekt, dan matcht die rule. En zo kun je ook Pepper zelf, het is niet random, het is op volgorde, maar bepaalde regels terug laten, of laten uitspreken afhankelijk van een keuzelijst.
Dus in dit geval bij de onderste zal hij eerst hallo, gaat het uitspreken. En als we nog een keer diezelfde regel zeggen, dan spreekt hij die tweede uit. John? Ja. Als je flexibele input hebt en iemand zegt bijvoorbeeld goedemorgen, kun je hem dan ook op basis van die input goede en dan morgen terug laten zeggen? Ja, ja, ja. Daar kom ik zo nog op. Bij deze. Hierboven zie je goede morgenmiddagavond en dan staat een underscore voor. En dat betekent dat het woord dat hij uitspreekt, dat matcht op een van de keuzen in de rechte blokhaken. Dat wordt ook op een variabele, in een variabele opgevangen. En die kunnen we gebruiken bij het terugspreken van wat de gebruiker zei. Dus dat is precies wat je vroeg. Nou, daar kom ik ook nog wel op. Uiteraard is het zo dat je wil wat variaties van zinnen die je kan uitspreken tegen zo'n robot wil je samenvatten. En dat kun je ook samenvatten, dat hele concept. Dus je hebt de hele concept libraries vol met synoniemen en soortgelijke zinsdelen. Dus je kan daar een behoorlijke, op een behoorlijk gemakkelijke manier kun je de variatie aanbrengen. Hier zie je een concept met dag. En dag is dan morgen, middag of avond. Goede met een tilde dag wil zeggen dat die matcht op goede middag, morgen en avond. En hij gebruikt hetzelfde als een concept voor het uitspreken van een van die drie varianten. Nou goed, het is vaak zo dat je, als je wat zegt tegen zo'n ding en hij geeft antwoord, dat je een context opbouwt en je wil dan daarna doorgaan op wat je hiervoor zei. En hij wil dan daarna, tenminste, in een dialoog gaat hij daarna op in op wat je gezegd hebt en zo begint een interactie. Dus het zijn niet op zichzelf staande zinnen. In het voorbeeld dat je hieronder ziet, zie je hoi Pep, hoe gaat het met je? En op dezelfde indentation aan de zijkant zie je nee en ja staan. Dat is een contextloze interactie. Dus ik kan beginnen met het gesprek door te zeggen ja. Maar ja is niet echt een goede manier om een interactie te beginnen. Misschien thuis, maar bij Pep niet. Het idee is dat je met inspringing, zoals hieronder staat, daar staat ook U1 bij, dat je daar in de context verder gaat en een volgende antwoord kan geven op de vraag die Pepper stelt. En hier zie je ook de verschillende mogelijke antwoorden die hij herkent in die context om op door te gaan. Het is belangrijk om te begrijpen dat op het moment dat je in zo'n context stapt, dan is de scope van wat hij snapt aan antwoorden beperkt tot de context waarin hij zit. Deze rules zijn ook maar één keer uit te voeren. Dus als hij eens een keer wat gezegd heeft, dan is die rule inactive. En moet je hem ook weer expliciet activeren voordat hij diezelfde regel weer snapt. Goed. Wat je ook kan doen in een animatie is, je kan zijn behavior library aanspreken met gestures. Dus ik kan met de bovenste regel bijvoorbeeld zeggen dat hij de animatie zwaaien moet runnen. Ik kan hem ook beïnvloeden op hoe hij zijn zinnen uitspreekt. Hier zie je een escape van de speed waarop hij de zin uitspreekt teruggezet naar 50. Als ik verder scroll in dit voorbeeld, dan zie je dat hij hem weer reset naar 100. Je kan ook variabelen gebruiken. Dus hier, dankjewel. Daar zie je een voorbeeld van Pepper die een variabele met een dollarteken zet op 1. En dat kan ik dan verderop in de dialoog weer gebruiken. De hele dialogbox, als je daar een variabele aanmaakt, kent die variabele. Dat is een globale variabele die je ook elders in een andere zin weer kan uitvragen. Dan onderin zie je een voorbeeld van hoe je een variabele test. Ik zeg tegen hem dat ik naar het vliegveld wil of naar huis, een van beide. Hier test ik de eerste input, de eerste underscore in de zin. Als daar vliegveld staat, dan wens ik een goede reis. En anders wens ik hem wel te rusten. Wat hier dan opvalt is als de expressie daar true oplevert. Dus als er in $1 vliegveld staat, dan zal hij dat als een kandidaat, uitspraak, rule overwegen, als hij nog niet uitgesproken is en hij voldoet aan de test. Anders pakt hij die andere. Dus in dit geval, als ik tegen hem zou zeggen, ik wil naar huis, dan is deze expressie false en zal hij die regel niet uitspreken. Ik zie wat verwarring.
Dus hier staat, ik wil naar en ik spreek vliegtuigen uit. Deze test zorgt ervoor dat deze rule kandidaat is, waardoor die uitgesproken kan worden. Als ik had gezegd, ik wil naar huis, dan is deze expressie false, waardoor deze rule gedisqualified wordt, waardoor de enige optie die over is, die is, en hij zal die uitspreken. Ja, ik snap de uitleg wel. Alleen ik had verwacht dat goede reis zou beginnen met een quoteje. Maar dat hoeft niet. Nee. Kennelijk is dit de manier waarop je dat doet. Dus. Ja. Ja. Ja, dat is de syntax. Ja. Ja, dit is wat je wel in het Nederlands kunt redden. Of moet je dit in het Engels doen? Dit kan ook in het Nederlands, ja. Oké, okay, omdat het net was van... Ja, dat klopt. Je hebt niet zo'n grote keuzemogelijkheid in het Nederlands. Ik zal je dadelijk laten zien hoe je met een underscore sterretje... de rest van de zin kan, als een wildcard kan opvangen en daar test op kan doen. Dat werkt niet in het Nederlands. Okay. Maar deze simpele voorbeelden, die werken gewoon wel. Goed. Het kan ook zijn dat je een dialogbox hebt en je wil niet wachten tot de gebruiker je aanspreekt, maar je wil zelf beginnen met spreken, je in de zin van die robot. En de manier waarop je dat kan realiseren is door daar een trigger te gebruiken in de onstart categorie. Dus als ik hier definieer user A onstart, dan betekent dat als de dialogbox gestart wordt, dan spreekt hij uit wat erachter staat. Dus hij kan zelf ook een interactie starten. Zo zijn er een aantal built-in events of triggers die je ook kan gebruiken, zoals not speaking 5. Die gaat af als je 5 seconden niks hebt gezegd. Dus als je te lang denkt op een antwoord, dan kun je hem heel irritant een klokgeluid laten nadoen of zo. Zoiets. Ja, precies. En je hebt ook not speaking 10 en 15 en 20. Dus je kan van je robot een best irritante robot maken. Zo is er ook een not understood. Dus als je iets zegt en hij begrijpt het niet, dan nou ja... Ik kan je hem iets laten zeggen. Die onderste is wel interessant. Je kan, wat Michael net uitlegt, is op zo'n box kun je custom inputs en outputs definiëren. Zo'n input heeft een naam. En als je zo'n custom input definieert, dan kun je op deze manier, als die input afgaat, hem een trigger geven dat hij wat moet zeggen. Ik laat zo een demootje daarvan zien. Als die custom input voorzien is van een integer nummer... Dan kunnen we die variabelen, die integer nummer, kunnen we ook gebruiken in onze communicatie. Door daar met dollar en dan de naam van het event te gebruiken, om daar die waarde uit te lezen. Ja? Tijd voor een demo. Eerst een hele simpele demo over hoe de syntax eruit ziet. Laat me heel even weten of het scherm leesbaar is. Nu nog niet. Maar zo. Is het leesbaar? Oké. Okay. Ietsje groter, dan moet ik denk ik mijn... ik kan zo doen. Is dat beter? Oké. Okay. Ik connect heel even mijn IDE aan de robot. Select. Nu kan ik... Met de rechtermuis, create a new box, kiezen voor een dialog. Ik geef de dialog een naam. Oh, hij kan niet connecten. Ben je al geconnect? Nee, ik denk dat dat gewoon een probleem is. Want ik denk dat hij zijn wifi kwijt is. Wie is zijn wifi kwijt? De robot? Ja. Oké. Okay. Dan connect ik wel eventjes naar een virtual robot. Ja. Oh, je gaat echt... Het is 19:43. Press the red button. Dat is ook om op te kijken. Iets langer vast. Dit is een robot. Zo. Goed. Ik connect wel even naar de virtual robot. Daarmee kan ik hieronderin
in deze dialog kan ik testen, de interactie met een robot simuleren. Het is jammer dat ik hem nu niet echt kan gebruiken, maar daar kunnen we wel redelijk mee uit de voeten. Het idee is, je start die IDE op en je begint met het rechtermuis Create a New Box en je kiest een dialogbox. Nou, dat heb ik al eerder gedaan. Die dialogbox die geeft je een naam en een topic. Dan krijg je hier aan de zijkant zo'n dialogbox folder. En de topfile, deze, dat is een file die voor iedere taal aangemaakt wordt waarin je je werk doet. Ik klik op die file en dan staat dan een voorbeeld invulling. Zo. En het idee is dat we met een U-dubbele punt beginnen met te praten. Bijvoorbeeld, stel je voor dat ik John zou zeggen, dan kan ik hem laten zeggen, hello John. Als ik dit play, dan kan ik hier onderin met de robot praten door in plaats van tegen hem, feitelijk tegen hem te praten, zeggen John. En dan zie je dat de robot reageert met hello John. Ja? Zo kan ik ook de robot via een event automatisch laten starten. E:onstart. En als ik dat zou doen, dan begint de robot al met hello John. Oké. Ik heb hier onderin ook een paar voorbeelden van dingen die in de slide genoemd zijn. Hier staat een concept. Ik heb een testconcept gemaakt. En het testconcept bestaat uit hello, hi en bla. En als ik zelf zeg C, dan gebruikt hij het concept om iets terug te zeggen. Als ik dit afspeel en ik zeg C, dan zegt hij hello. En dat is de eerste uit de enumeratie van, van het concept. Als ik nog een keer C zou doen, dan zou hij hi pakken. En daarna bla. Oh, hij zou moeten werken. Nou, hier komt hi. En hier bla. Dus hij gaat er wel op een volgorde doorheen. Nog een keer C. Dan is het weer de eerste. Hallo. De vraag of je variabelen kan gebruiken. Dat heb ik hier gedaan. Hier heb ik een. Op het moment dat ik begin met hello, dan zegt Pepper, hi, what is your name? In de context. Dus hi, what is your name? Zal deze rule geactiveerd zijn. En ik begin hier met my name is, maar dat is optioneel. Dus ik kan gewoon mijn naam zeggen, maar ik kan zeggen my name is. En dat wat erachter komt, vang ik op in een variabele die ik hier als antwoord van Pepper weer uithaal. En hem dat teruggeef met hello en dan de ingesproken naam. Dit kunnen we ook testen. Dus als ik hier begin met hello, dan vraagt hij om mijn naam. What is your name? John. En hij zegt hello John. Dus ook weer best wel praktisch met interacties met zo'n robot programmeren. Een ietsje uitgevoerde, ietsje uitvoerige demo. Kan ik hem proberen om te verbinden, want hij is weer opgestart. Ja, kan ik wel doen. Stop. Is die nou op een andere IP-adres? Nee. Zal toch niet? Connect to Pepper, connected. Even kijken. Dus als ik nu zeg hallo. Dat werkt. Hallo. Hallo. Je moet nog een keer starten, denk ik. Oh. Doe maar. Hallo. Hallo. Ja, wacht. Ja. Behavior warning. Ik zal het volgende voorbeeld even laten zien. Dan mag je daar wel mee spelen. Ja. Ogenblikje. Er blijft me staan. Wat ik heb gedaan is, ik heb met deze functionaliteit geprobeerd om een spelletje te maken waarin de robot in staat is om een getal te raden onder de 10. Dus hij vraagt jou om een getal in je gedachten te nemen. Hij gaat een getal noemen en jij kan dan zeggen of het goed of fout is. En de manier waarop ik dat voor elkaar heb gekregen is als volgt. Bij de onstart vraagt Pepper of je wil spelen. In de context kun je dan zeggen ja of nee. Als je dat niet doet,
dan blijf ik met stay in scope in dezelfde context. En dan zeg ik, laat ik de robot zeggen, oké, dan wacht ik nog wel even tot je klaar bent. Dus eigenlijk kun je er niet meer uitkomen totdat je ja zegt. Uiteindelijk zeg je een keer ja. En dan zegt hij hier, let's go. En dit is wel interessant. Hier stop ik een waarde in een variabele, get random. En die waarde die in die variabele gestopt wordt, dat is een variabele die ik hier als output. Daar. Ik zal even kijken of ik kan inzoomen. Dit ding heet get random. Dus als ik hier een output toevoeg, add output, en ik geef hem een bepaalde naam, dan is dat in het geheugen van Pepper ook een geheugenplekje van het type event. En als ik er dan iets in stop, dan gaat er een event af. Hi. Op die manier kan ik, door dus hier een waarde in te zetten, de output triggeren. Als ik de output getriggerd heb, gaat deze lijn lopen. En die gaat naar een random int box. Dat is een van de standaard boxes in de library. Die bepaalt een random integer tussen 0 en 10. Die kun je instellen hier op de configuratie. Volgens mij ook zo. Dit is de Python code. En die levert uiteindelijk een integer op. Waarom kan ik dat niet afsluiten? Daar is hij. Hij levert een integer op. De output zal die integer terugsturen naar mijn input. En mijn input is een van de boxes, een van de inputs die ik op de box heb gedefinieerd met de naam onNumber. En dit is een event die ik kan gebruiken om de interactie weer mee te starten. Dus in mijn game zie je eOnNumber. Dat is de input pin. Dus de output pin trigger ik door erin iets in te stoppen. En de input pin, daar luister ik naar. En daar kan ik de waarde uithalen en mee verder gaan. Dus ik gebruik die box om een random int op te halen. En dan zeg ik hier, de current is dan de int die binnenkomt. En dan vraag ik, is het die current? En als hij dan correct heeft, als het een correcte waarde is, dan zegt hij, wauw, hier, ik heb gewonnen. Zo niet, dan zegt hij, let me try again. En pulst hij weer die output, waardoor hij weer een int krijgt. Nou, dat spelletje gaat een tijdje zo door. Wat ik ook zou kunnen doen, is, ik kan hem ook vragen, of ik kan het antwoord geven, nee, het is hoger of het is lager. Dus ja en nee is goed. Maar als iemand zegt van, nou, ik heb een getal en hij zegt, is het 8? Dan kan ik ook antwoorden met, nee, het is lager dan 8. Als ik dat doe, dan komt hij hier, it is lower. Dan onthoud ik de maximum value. De current is dus de max. Als hij zegt 8 en ik zeg lager, dan hoef ik niet verder te gaan dan 8. Dus de maximum value is 8. En dan probeert hij het nog een keer, maar die max value, dat is een waarde die ook weer in zo'n pin gedefinieerd is. Dat is deze max wel. En die heb ik geconnect aan een parameter van de box. Want deze box heeft parameters voor de min en de max value. Dus ik zet de max value en daarna trigger ik de get random int weer. En dan krijg ik in een kleinere reeks weer een nieuw getal. Dus uiteindelijk kom ik uit het getal of op het getal uit, als het goed is, dat geraden moet worden. Dus dit is relatief weinig code in een, voor mijn gevoel, nogal vreemde syntax om een redelijke interactie te kunnen realiseren met een persoon. Laten we dit eens testen. Michael, ik moet alleen even deze cut en plak, die wil ik gestart hebben. Zo. Yes. Let's go. I guess it is 2. Am I correct? No. Let me try again. I guess it is 7. Am I correct? No. Let me try again. I guess it is 6. Am I correct? No. Let me try again. I guess it is 10. Am I correct? No. Nee, je zegt niet higher or lower. It is 7. Am I correct? No. Let me try again. I guess it is 9. Am I correct? No. Oké. Okay. Yes. Yes. Nee, want je moet higher en lower zeggen dan. Oh. Met no en yes gaat hij gewoon verder. Goed. Ja,
houden we nergens op onthouden wordt. Ja, precies. Ja. Ja. Sorry, wat? Ik... Hij had er twee geprobeerd. Ja, nee. Onthoud niet de tries die hij ervoor heeft gedaan. Nee. Nee, hij kan 6 keer de 9 achter elkaar, theoretisch gezien. Ja. Maar. Dat kan je nog toevoegen. Dat kun je nog toevoegen, ja. Je kunt ook die input als min en max gebruiken om de random weer te beperken. Ja, dat heb ik gedaan. Alleen dan moet je wel zeggen, no, it's higher. En dan... Sorry. Dat heb ik thuis ook altijd, hè? Dat heb ik gezegd, maar. Misschien dat we gewoon de code geven, snappen ze hier wel. Ja. Daar zullen we het thuis nog wel eens over hebben. Ja. Ja, dat werkt bij mij niet. Goed. Ja, dat werkt al beter. Je hebt ook herbruikbare stukjes interactie, dat heet de proposals. En die proposals kun je gebruiken met go-to's. Dus als ik een user go laat zeggen, dan kan ik met een go-to springen naar een proposal. Ja, go-to's klinken wel eng, hè? Dat is, lijkt op spaghetti. Ik denk aan basic. Ja. Oh, die goede oude tijd. Maar goed, zo'n proposal heeft een tag. En met die tag kun je erheen springen. Op het moment dat zo'n tag uitgesproken is, als een proposal geweest is, dan kun je niet nog een keer gebruiken. Dus je kan maar één keer go-to naar zo'n proposal en daarna is het klaar. Tenzij je go-to en reactivate gebruikt, want dan reactivate je die rule weer en dan kun je hem weer gebruiken. En dan kun je hem vaker gebruiken als proposal. Zo kun je ook go-to random gebruiken, om als je een set met proposals hebt die allemaal met dezelfde tag voorzien zijn, dan kun je daar met go-to random naar één van die mogelijke tags heen springen en dat uit laten spreken. Ja, daar kun je ook wel leuke dingen mee doen en dat zal ik je even laten zien. Omwille van de tijd ga ik niet iets zelf programmeren, maar laat ik alleen even het eindresultaat zien. Dit is een spel. Moet even kijken waar mijn IDE gebleven is. Daar ergens. Zo. File, open recent, animal game. Het idee van het spel is als volgt. Stop. Game. Game. Hi. We hebben in de training ook de beginselen van het spel gemaakt. De gebruiker kan... meedoen aan het spel en de robot die geeft clues voor een dier met aanwijzingen. Ik hou van melk bijvoorbeeld. Wat ben ik? En dan kun jij raden wat die dan zou moeten zijn. En als je dat niet goed doet, dan zegt hij dat je het niet goed doet. En als je dat wel goed doet, dan ga je naar de volgende. Naar het volgende dier, totdat die hele lijst afgewerkt is. En dat heb ik gedaan met proposals. In dit geval zie je... hier een proposal continue. En die proposal continue die begint hier bovenin. Dus ik heb een onstart en die begint en hij reactivate de continue. De continue die vraagt, afhankelijk van of die variabele gezet is, wil je nog een keer spelen of wil je spelen? En dan zet hij die variabele. Dus als die daarna nog een keer gebruikt wordt, dan vraagt hij, wil je nog een keer spelen? En als jij nee zegt, dan cleart hij die plate, want dat ding is globaal. Hij moet echt gecleared worden, want anders is de eerste volgende keer dat je die dialoog opstart. Dan begint hij al meteen met, do you want to play some more? Stel je voor dat je yes zegt, dan doet hij hier een first. Een first is de eerste van de ware expressies die daaronder staan. En de eerste is go to random. Die go to random die gebruikt de pick proposal. Als er nog eentje is die actief is, dan levert deze waar op. En dan zal die de random daarvan oppakken en die uitvoeren. Als er geen enkele proposals van de tag pick meer actief zijn, dan zal die done zeggen. Dus dan is het game over. Dan heb je ze allemaal gehad. Ja? Nou, die go to random pick, die springt hier weer door naar go to cat, go to dog, go to cow. Deze worden één keer uitgevoerd, daarna valt deze als proposal eruit. Dus bij de volgende random neemt hij die niet meer mee. Dus hij gaat random door alle opties heen, totdat hij ze allemaal gehad heeft en dan ben je klaar.
Nou, die GoTo Cat bijvoorbeeld, die zegt hier random, spreek maar uit, I love milk of I purr and I am small, what am I? En als ik dan, de animal wordt dan gezet op cat, dat is natuurlijk het woord dat je zou moeten raden. En dan staat hier GoTo and reactivate listener. De listener die vraagt de gebruiker om een antwoord. Dat wat hij uitspreekt wordt in een wildcard variabele opgeslagen. En hier zeg ik, als die animal overeenkomt met wat de gebruiker zegt, cat in dit geval, dan zeg ik super, you guessed it, I am a cat. En anders, als hij niet overeenkomt, zegt hij no, no, het is niet een, en dan wat jij zegt, guess again. Dus ik heb hier een best wel een uitgebreid interactiemodel geprogrammeerd. En Michael gaat dat nu even demonstreren. Nano, kom hier. Richtingsgevoelige microfoons daar. Als het goed is, doet hij het nou. Let's see. Oh, wacht eens even. Ik moet natuurlijk wel de game even runnen en niet dat ding. Cut. Zo. Play. Wanna play a game? Yes. Yes. Touch me. Wacht even. Dat was een privéproject. Oké. Okay. Zo. Wanna play some more? Yes. I'm a boat. What am I? A rat. A dog. No, no, I am. Dog. What am I? Ah, dog. Dog. Wacht. Dog. Maar je ziet wel dat de interactie met zo'n apparaat best nog wel een beetje te wensen overlaat. Hè? Het is best wel lastig om boven een bepaalde score te raden, zodat hij dat goed oppakt. Overigens kun je dat instellen, hè? Die reeks. Ik denk dat je een langere zin nodig hebt, waardoor hij het sneller kan herkennen. Dan wordt hij nauwkeuriger. Iets of wat wel. Je kan ook die marges naar beneden brengen. Maar ja goed, hij vindt zichzelf geen dork. Dus die syntax die is wel goed beschreven in de API en veel voorbeelden daarvan zijn te vinden. Je kan ze best wel complex maken en zeker in combinatie met die built-in boxes die je hebt voor het aansturen van behaviors of het herkennen van een mood, zorgt het wel voor dat je vrij eenvoudig snel leuke interacties en behaviors kan bouwen. Gaan we terug naar de slides. Michael wil wat vertellen over Timeline Box. Ik had nog één vraagje met betrekking tot die spraakherkenning van net. Ik vroeg me af van, zou die misschien ook beter herkend hebben als het niet een sterretje variabele was, maar gewoon dat je een gelimiteerde lijst had opgegeven van de mogelijkheden? Absoluut. Ja. Dat klopt. De spraakherkenning, de vrije spraakherkenning is niet super. Ja. Animaties. De robot kan bewegen en wat is mooier dan zelf je eigen bewegingen maken? Je kunt je eigen bewegingen maken met behulp van de timeline box. En de timeline box is gebaseerd op frames. De nummers die je bovenaan ziet, dat zijn ook de frames. Elk nummer is een frame. En je kunt op elk frame kun je de posities van de gewrichten van een robot vastleggen. Dus op het moment dat je op frame 10 zegt, ik sta zo. En dan op frame 20 zegt, wat later, van ik sta zo. En je speelt hem af, dan gaat hij langzaam van dat frame naar dat frame. Dus op die manier kun je heel mooi ook vloeiende animaties maken. Omdat hij van dat ene frame naar dat andere frame gaat hij interpoleren van hoe de bewegingen zijn. Hij probeert niet zo snel zo te gaan en dan wacht hij even. Nee, hij probeert vloeiend van het ene naar het andere frame te gaan. Je hoeft niet alle gewrichten op te slaan. Je kunt ook zeggen van ik sla alleen mijn arm op en in het andere frame dat.
Dan kun je dat doen. Het is ook mogelijk om alle gewichten in details te bepalen. Dan kun je zeggen, nou, dit gewicht krijgt die graden en hij gaat wel snel hoe die beweegt. Maar dat is erg veel details om te doen. Die frames. De afstand tussen de frames bepaalt hoe lang een animatie duurt. En als je een animatie eenmaal gemaakt hebt, kun je ook zeggen, nou, laat hem wat sneller zijn. Dan kun je zeggen hoeveel frames er per seconde afgespeeld worden. Standaard worden er 25 frames per seconde afgespeeld. En als je dan zegt, oh, doe maar 50, dan probeert hij twee keer zo snel. Naast de frames met de animaties heb je ook behavior layers. De frames is alleen voor het bewegen van de robot, maar soms wil je er ook gedragingen bij hebben. Dat bijvoorbeeld als je een dansje uitvoert, dat hij op een gegeven moment muziek afspeelt. Of als die beweegt, dat hij een plaatje op een gegeven moment doet. Daar kun je behavior layers niet doen. En een behavior layer is gewoon eigenlijk hetzelfde als je erin kijkt wat we net allemaal gedemonstreerd hebben met de boxes. Dus kun je ook gewoon netjes de logica in stoppen. Wat ook nog het grappige is, vanuit een behavior kun je ook nog zeggen van ga naar dat specifieke frame toe. Dus als je een animatie hebt, kun je zeggen van oké, ik wil de animatie van dit punt starten. En een hele bijzondere manier om de timeline te gebruiken is om de framerate op 0 te zetten. Dat betekent dat die eigenlijk niet afspeelt. Maar wat je dan kunt doen is al die behaviors kun je erin zetten. En dan kun je zeggen stap naar die behavior, stap naar die behavior, stap naar die behavior. En dan heb je een soort van logica state machine. Het opslaan van posities kan ook vrij makkelijk. Je kunt hem in een soort animatiemode zetten. En dan kun je voor de armen en het hoofd kun je handmatig instellen hoe die moet staan. Dat zal ik nu niet demonstreren gezien de tijd. Maar als die in die mode staat, dan kun je op de hand drukken en dan kun je de arm in de positie bewegen hoe die staat. Kun je op de hoofd drukken, kun je die in een beweging zetten en dan zeg je van sla deze positie op. Kun je hem iets verder zetten, kun je een paar frames later, sla dit op. Weer wat verder zetten en zo kun je vrij makkelijk een animatie maken. Voor de heup- en kniegewrichten kan dat niet. En daarvoor heb je in de editor zo'n box waarbij je daar de waardes neer kan zetten. Dat kan ik heel mooi demonstreren. Gezien de tijd zal ik dat niet doen. Wees welkom eens een keer om, als ik er een keer ben om een keer te vragen, dan kan ik het laten zien. De robot heeft ook een software development kit. En dit zijn de platformen waarop die beschikbaar zijn. Python hebben we al gezien in de robot zelf, maar je kunt er ook extern tegenaan praten. C++ ook, maar dan moet je even rekening mee houden dat het cross-platform geprogrammeerd moet worden in 32 bits. En als je het op de robot zelf zet, er zit wel een Linux-achtig operating system op, maar de root is niet bereikbaar. Dus je kunt niet shared libraries erbij zetten, dus alle libraries moeten erbij ingelinkt zijn. Daarnaast kun je er ook met Java tegen programmeren, vanuit Unix, iOS of Windows. Windows alleen 32 bits. En je kunt het ook van JavaScript programmeren. Dus je kunt hem vanuit een browser kun je de robot aansturen, maar ook van de tablet zelf. Dus je kunt op de tablet zelf kun je ook JavaScript doen die de robot kan besturen. Daarnaast heb je ook nog een mooie applicatie. Dat is het ROS. Dat is een freeware, een open source applicatie. Een robot operating system. En die is gegroeid vanuit vroeger van zelf robots maken en die kunnen aansturen. En die kun je er ook neerzetten. Op zich is dat een wat slimmer mechanisme om de robot bijvoorbeeld te laten bewegen. Die kan als je hem door een kamer beweegt, kan die de kamer leren, de obstakels leren en dat gaat net iets fijner dan op de robot zelf. Java is op zich heel simpel. Wat je bij Java moet doen is, je moet een applicatie definiëren. Wat hier netjes doet, dan moet je het IP-adres van de robot hebben. Nadat je de applicatie hebt, dan start je hem. En vanuit de applicatie kun je dan een sessie krijgen. En dan kun je al die modules die we net al besproken hebben, netjes opvragen, connecten
En daarna kun je de methodes aanroepen op die modules. Ja, ik zie de hele tijd IP-adressen en poorten, maar ik zie nergens iets met credentials. Hoe beveiligen we dit? Daar gaan we even niet op in. De beveiliging gebeurt door te zorgen dat niemand anders op het netwerk kan waar de robot zit. Dus dat zit er niet op. Ook de events die we net hadden kun je ook vanuit Java doen. Je kunt zeggen subscribe op een event, de eventnaam en met een callback methode kun je dan daar ook op acteren. Het is nog net niet. Ook een hele mooie demo mogelijk. En dan nog even heel kort JavaScript. Op Webber staat een socket server. Die socket server die kun je aanspreken met JavaScript. Ik maak er nou al uit. Zeker uit. Zo beter? Ja. Oké. Je kan met een browser kun je connecten naar hem. En dan kun je een library ophalen. Die library kun je gebruiken met source, include en dan die library. En dan kun je met een socket verbinden, een socket server op het apparaat zelf. En dan kun je hem ook aanspreken. En dat is hartstikke handig, want als je dan een website maakt, dan kun je met knopjes op die website kun je dat apparaat bedienen. Voorbeeldje. Dit is een voorbeeldje waarin ik een script include op mijn website. En met het kleine stukje JavaScript code daar tegen de robot aanpraten. Ik laat hem in dit geval, ik laat wat memory op value zetten en ik raise een event. Maar evenzo kun je ook de robot iets laten zeggen. Hier zie je dat ik een session start en dat ik de animated speech module wil aanspreken. Als die geladen is, asynchronous, dan wil ik hem iets laten zeggen. En om je te laten zien hoe simpel dat is, laat ik wel even mijn demo zien. Ik heb nog 3 minuten de tijd en dat is meer dan voldoende. Hebben we ook nog een conclusie, hè? Ja. Mag ik heel even de andere kant? Kijk. Dit is een voorbeeld van een stukje JavaScript. Waarin ik, niet die, maar die. Waarin ik de library include, daarbovenin met QI messaging. Ik heb hem gedownload en op mijn server beschikbaar gesteld. Ik connect via die session met de socket. En ik zeg, nadat die server is geladen, hello. Hi. Als ik die demo's uit probeer hier, dan zie je dat als ik op die knop duw, dat hij het doet. Dus het is echt heel weinig code om tegen de dingen aan te programmeren. Terug naar de slides. Goed. Conclusie. Het is een leuke robot. Je kan er veel leuke dingen mee doen en dat is ook op een vrij simpele manier te realiseren. Er zijn heel veel building blocks die al voor je gemaakt zijn om applicaties te bouwen. De bewegingen zijn smooth. Jij vindt hem fotogeniek, heb jij dat neergezet? Ja, klopt. Okay. Heel marketing wilde meteen gebruiken voor allerlei foto's, doellijnen en dergelijke. Ja. Voor mij is het ook een vrouw, maar ja, het is niet echt intelligent, dus daar ja, nee. Ze is niet echt intelligent, daar had geen, daar had niks tussen gemoed. De interactie met het apparaat is lastig. Je moet er echt voor gaan staan en je moet weten wat voor een signaal die je afgeeft om daar goed mee te kunnen interacteren. Zoals de blauwe oortjes en de groene oogjes. Je moet weten wat dat doet. Beeldherkenning is gebrekkig. Ja, beeldherkenning is mogelijk, alleen het werkt niet vloeiend en soepel. Ja, en zoals al eerder gezegd, spraak naar tekst werkt niet in alle talen even goed. Wat verder? Er is een hackathon, die ga jij doen, hè? Ja, datums moeten nog ingepland worden. De datums moeten nog ingepland worden. Er is een URL naar de Choreograph IDE, daar kun je een trial downloaden, daar kun je ermee spelen. Ze leveren niet de robot erbij, maar die virtual robot, daar kun je wel aardig wat dingetjes mee testen. De documentatie is te vinden vanuit die tool. Als je naar help gaat, dan opent hij een browser naar de documentatie. De documentatie staat ook online, dus daar kun je ook wat meer informatie over vinden. Kunnen we beter achteraf doen, vragen. Dus kunnen we het beter hierbij laten en eventueel vragen
gezien de tijd, kunnen nog even zo bij ons gesteld worden. Het is kwart over, ja. Er is een URL voor de evaluatie. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer. APPLAUS